En dan is het nu tijd voor Kaboe. En die gaan we helemaal kapot maken, jongen. Helemaal. Dit kunnen we doen met twee vingers in mijn neus. Zal ik het doen met twee vingers in mijn neus? Yo, Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Wij gaan vandaag verder met onze Water Only Challenge in Pokémon Sword and Shield. In de vorige aflevering zijn we Kaboe tegengekomen, de gymleader van de derde gym tegen wie we het straks op moeten gaan nemen. En we moeten nog even weg uit deze grot. En ik vind dat ik wel een lekker teampje heb hoor, maar het wordt echt steeds moeilijker om gewoon te bepalen wie er in mijn team moet. Ik heb deze zes aan het einde van de vorige aflevering gekozen. Drizzle, Chinchou, Palpitoad, Quagsire, Octillery en Gyarados. En ik denk dat ik het daar even bij moet houden. Ik heb ook nog een Wimpod gevangen. Gevangen. Een Wimpad gevangen. Ja, en dat wordt ook best wel een goede Pokémon eigenlijk. Die ziet er ook nog eens best wel cool uit. Maar ik weet niet, ik heb al een soort van band opgebouwd met de Pokémon die op dit moment in mijn teampje zitten. Ik vind het hele lekkere Pokémon. En deze Gyarados is super OP natuurlijk. Maar ook Palpitoad en Quagsire, die vind ik toch ook wel tof. Jennifer groeit naar level 24. De Gyarados die wil Crunch leren. Natuurlijk wil ik dat, want Crunch is beter dan Bite. En ik lees heel veel dat jullie eigenlijk Quagsire uit mijn team willen hebben. Maar ik moet je zeggen, Quagsire is best wel een goede Pokémon. Quagsire is zelfs een Pokémon die af en toe in competitive wordt gebruikt. Ja, dat zou je niet zeggen. Oh, snap. Oké. Ik ben gebeten door een Stunfisk. Dus ja, Quagsire ziet er misschien een beetje lomp uit. Maar dat is eigenlijk best wel een goede Pokémon. Dus ik durf die niet helemaal uit mijn team te doen. Ja, Chinchou hebben we er natuurlijk net in gedaan. En Palpitoad is ook gewoon een hele goede Pokémon. Ja, ik vind het lastig. Terwijl Jennifer even twee critical hits op zijn bakkes krijgt. Doe eens even normaal, man. Jij Stunfisk. Opzouten. Palpitoad en Drizzle gaan beide naar level 27. Ik zou hier nog even kunnen proberen te vissen. Om het nog moeilijker te maken wie er in mijn team moet. Straks kom ik nu weer een nieuwe Pokémon tegen. Dat zou echt sick zijn. Hallo? Ja, kijk, daar is het een Pokémon. Welke is het? Oké, ja, deze hebben we in de vorige aflevering dus ook gevangen. Barboach. Die evolueert natuurlijk in Whiscash. Ja, ik kan niet alles in mijn team doen. Dus ik heb Barboach er maar niet in gedaan. Ik vind het allemaal heel erg lastig wie er wel en niet in moeten. Maar Barboach heb ik er dus niet in gedaan. Ook omdat Octillery het eigenlijk gewoon hartstikke goed doet. Ik had het niet verwacht dat Octillery en Remoraid, hij was hiervoor natuurlijk een Remoraid, dat die het zo goed zouden doen. Ah, kijk, daar is Hoppy. Wacht even, ik dacht dat we dit in de vorige aflevering al gehad hadden. Maar nee, toen hebben we alleen die Team Yell mensen verslagen. Deze twee gasten. Maar toen zijn we Kaboe inderdaad nog niet tegengekomen. Dat is waar ook. Yo, Kaboe! Ik kom je badge halen, man. Ik heb alleen maar watertype Pokémon. Dus ik kom keihard voor jouw badge, vriend. Kaboe heeft natuurlijk allemaal Fire-type Pokémon. Dus dat, als dat een probleem wordt, dan mag ik mezelf echt geen Pokémon trainer meer noemen. Even deze Pokéball pakken. En even met het vrouwtje vechten. Hallo vrouwtje. Met je mooie luxury bal. En oké, Jamper. Oh crap. Een Electric-type Pokémon. Nou, laten we dit maar gewoon snel proberen af te maken met Crunch. Hoppakee. Jamper overleeft het wel. Ja, en dan doet hij Sparky. Ja, ja. Maar ja, Jennifer is sterk genoeg. Oh, ik ben alleen wel paralyzed. Oh, en ik kan niet bewegen. Oké, bedankt. Jamper die begint te blaffen en die stuurt Drizzle er nu uit. Come on, Drizzle. Waterpulse. Bye bye, Jamper. Arme Jamper. Ja, dan komt ze nu met een Swoobat. En daar ga ik even gehaktballetjes van maken met Thor. Met mijn Chinchoutje. Dat kan jij wel. Pokémon! Ha, ik ben wel echt heel blij met Chinchou in mijn team. Dit is wel echt lekker om een Electric-type Pokémon in mijn team te hebben, hoor. Daar ben ik echt super blij mee. Ik denk dat deze er wel in moet blijven tot het einde van de playthrough, jongens. Hoppakee, Davy Jones, level 26, onze Octillery. Go, 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 we gaan naar Kaboe, jongens. Oh, maar eerst nog politieagent. Echt een hele blije politieagent. Growlithe versus Chinchou. Go get him, Tagen. Of, bijna. Ik ben ook blij dat hij nu een watertype move heeft. Bubble Beam. Een lekkere move wel. En daar ging Growlithe. Bot gaat een leveltje omhoog. Level 26. Kaboe, ben je klaar voor mij? Trouwens, de vraag van vandaag is... wie is jullie favoriete Galar Pokémon? Volgens mij heb ik dat nog nooit gevraagd namelijk. Dus dan bedoel ik echt de nieuwe Pokémon... die in de Pokémon games zijn gekomen... tijdens Sword and Shield. Dus bijvoorbeeld inderdaad een Scorbunny... of een Sobble. Of whoever.
In ieder geval een nieuwe Pokémon. Wie is jullie favoriete Pokémon? En, oh, en doe even duimpjes omhoog op elkaars reactie als je dezelfde Pokémon leuk vindt. Want dan kunnen we een soort van stemmen en dan kunnen we kijken welke de populairste Pokémon van Galar zijn. Dat lijkt me vet. Nou, we moeten nog even een nachtje slapen en dan komen we Marnie tegen. En dan gaan we even keihard battelen, jongens. Onze battle met Marnie, de coole chick uit Pokémon Sword en Shield. Auw, oké, ik deed de verkeerde move. Bubble Beam werkt natuurlijk niet tegen Croagunk. Lekker dan, die heeft een goede ability. Nou, dan gaan we maar voor Spark. We hebben hem geparalyzed, lekker. En hij is fully paralyzed, nice. Let's go Thor, nu doorgaan. Oh snap, hij gebruikt Revenge. Ja hoor, dat is het einde van Thor. Echt weer Croagunk, jongen. Die lukt het gewoon weer, hè? Nou, Croagunk. Ik wou zeggen, hier heb je een Psybeam op je hoofd. Maar Marnie doet even een Super Potion. Hier heb je alsnog een Psybeam op je hoofd die super effectief is. Hoppakee. Dat is lekker. Dan nu Morpeko. What? Morpeko is gewoon sneller, man. En ik gebruik weer de verkeerde move. Lekker bezig, Rick. Het wordt tijd om naar bed te gaan, denk ik, of zo. Heb ik mijn aanval nou ook nog gemist, of zo? Oké, het is tijd om te wisselen. Bot, doe jij het even. Jij kan wel aardig wat klappies vangen. Kom op. Is dit toevallig jullie favoriete Pokémon, jongens? Morpeko. Kijk hem gaan, jongen, die gek. Hou eens op. Hier, super effective op je hoofd. Hij gaat echt helemaal los, die kleine wannabe Pikachu, man. What up, joh? Hoppakee, nice. Dit mocht even een tijdje duren, zeg. Alright, Jennifer level 25. En dan nu. Scraggy. Waarom heb ik eigenlijk niet gewisseld, man? Bot was bijna down. Dat is niet zo handig, hè? Dit is niet mijn beste Pokémon gevecht, jongens. Kijk hem ook gaan, jongen, met zijn low kicks. Hou eens op, joh. Oké, ik ben in ieder geval nu wel sneller dankzij mijn mudshot. Maar ik heb hem nog niet down, hoor. Potverdorie, man. Oké, hopelijk vind... Ik mis mijn aanval, Bot. Waarom doe je me dit aan? Oké, Smeagol, jij dan. Mudshot. Oké, daar gaat hij. Sorry jongens, dit was geen goed gevecht. Maar ik ga het zo goed maken met jullie. Iedereen heeft wel een keer een off day, toch? Dat mag ook wel eens. Soms moet ik ook gewoon laten zien hoe het niet moet, toch? Maar ik ga het dus goed maken, want we moeten nu tegen Kaboe. En Hop gaat natuurlijk weer stoer doen. Ja, ik ben al klaar. Ik heb mijn Fire Badge al gehaald. Oké, Boomer. Let's go. Daar zijn we hoor. Wij zijn echt gevaarlijk voor deze gym, joh. We kunnen heel deze gym kapot maken. Let's go. Oh, die Vulpix. Ja, ik mag ze niet vangen, hè. We zijn bezig met een waterchallenge. Dus eigenlijk voor de gym moet het wel. Maar ja, weet je, waterchallenge. Dan mag ik geen vuurpokémon gaan vangen. Dus later, Vulpix. Oké, next. Sizzlipi. Oh, wauw. Ik werd net gewoon aangevallen door die Salandit. Wat? Ze vallen mij gewoon allebei aan. Doe ze normaal, man. Dat is niet eerlijk. Die Salandit deed gewoon fake-out op mij. En toen kwam Sizzlipi er ook nog even overheen met een aanval. What? Oké, in ieder geval gaan er 3 Pokémon een level up, dus dat is nice. Zomaar vallen ze me allebei aan, jongen. Yo, super cute Litwick. Ja, ik ben benieuwd of ik nu nog een keer werd aangevallen, maar ik doe gelijk waterval. Ja, en dan is het gewoon klaar. Ja, dit is de easiest, peasiest gym voor ons in deze challenge. Dit kan niet anders. We gaan Kaboe wrecken, jongen. Hier, nog een Vulpixie. Easy peasy. Allemaal gratis XP. Later. Oké, ik heb 5 punten nodig, dus ik moet nog 1 Pokémon verslaan. Ik ga gewoon nog een keer kijken hoe dit werkt. Die Salandit, die ging mij dus net gewoon pakken, hè. Die deed even fake-out en toen was ik flinched. Ga je dat gewoon nog... Ga je dat weer doen? Hij gaat het gewoon weer doen. Wat een eikel is deze Salandit. Dit is echt de douchebag Pokémon der douchebag Pokémons in de Pokémon games ooit, jongen, deze Salandit. We moeten het samen opnemen tegen die Pokémon, maar hij valt mij gewoon aan. Alright, Davy Jones de leveltje omhoog. En dan is het nu tijd voor Kaboe. En die gaan we helemaal kapot maken, jongen. Helemaal. Dit kunnen we doen met 2 vingers in mijn neus. Zal ik het doen met 2 vingers in mijn neus? Dit is wel lastig, want ik kan nu niet heel handig lopen en zo. En tegelijk aandrukken. Dit is de 2 vingers in de neus challenge voor Kaboe. Let's go. Oh, trouwens, ze zitten niet echt in mijn neus, hoor. Ze zitten op mijn neus. Als je denkt van, eeuw, dat is vies. Valt best mee. Ninetales. Jennifer. Oké, wij gaan waterval doen. Oh, hij doet Will-O-Wisp. Hij gaat me burnen. Ik krijg het best wel benauwd van die 2 vingers op mijn neus, eigenlijk. Oké, let's go. Waterval. Sloop die Ninetales. Oh, nice. Die waar Ninetales overleeft het gewoon. Nee joh, doe normaal Kaboe. Jij kan dit helemaal niet overleven met je Ninetalesie. Oké, maak hem kapot, Gyarados. Hoppa. Dat is 1. En ik hou die vingers op mijn neus. Hoppakee. Jennifer krijgt 886 XP. Heerlijk. Ja, ik ben wel burned. Dat is wel minder. Dat vind ik een beetje balen. Oké, volgende.
Arcanine. Laten we elkaar even intimideren. Waarom doe ik eigenlijk niet gewoon gelijk Dynamaxen? Dat zou veel handiger zijn, want dan zou ik ze allemaal sowieso in één keer slopen. Oh, snap die Arcanine. Wat is die Arcanine aan het doen? Waarom is die Arcanine zo goed? Ik ga gewoon Dynamaxen, jongen. Gewoon nu al. Maakt niet uit. Go, Gyarados! Rawr! Ik krijg een bite op mijn hoofd. Ik doe Max Gazer, jongens. Sloop hem! Sloop die Arcanine! Ja, lekker dit. Kijk, en daar gaat nummer 2. En het begint te regenen. Kijk, dat had ik sowieso al eerder moeten doen dit. Bot gaat naar level 27. Ik ben nog steeds geburned. En hij gooit nu zijn Santi Scorch. En die gaat hij natuurlijk Gigantamaxen. Ik vind het nog steeds zo'n vette Pokémon, hè. Deze Santi Scorch, de Gigantamax versie, die is echt episch gewoon. En de grote vraag is, wie is er sneller? Ik ben sneller. Max Gazer! Oké. Eén klap is niet genoeg. Hij doet Max Flood erbij. Die overleef ik wel. Ja, die overleef ik prima. Alleen hoop ik dat ik hem nu wel sloop. Want mijn special attack is even minder geworden. Dus misschien heeft Kaboe ervoor gezorgd dat Sandy Scorch het overleeft. Nee hoor. Twee vingers in de neus. Challenge is behaald. Doei, later. Even een disclaimer. Het was eigenlijk twee vingers op mijn neus. En ik heb vandaag niemand gezien. Ik heb mijn handen al 3 keer gewassen. Dus we hoeven ons ook geen zorgen te maken over andere dingen. Hoppakeetje, 1033 XP erbij. Ja, en deze derde badge was wel echt een beetje easy peasy. Dit was niet heel erg moeilijk. Ik hoefde eigenlijk alleen maar op A te drukken. Even te Dynamaxen. En klaar. Hallo Kaboe. Dankjewel voor je handshake. Dankjewel voor je fire badge. Badge nummer 3 is in de pocket. Vanaf nu komen er alleen nog maar moeilijkere badges. Zijn snor is trouwens echt niet zo mooi, hè? Kijk hoe hoog zijn snor zit. Nou, Hop en ik gaan er vandoor. Er wordt nog even vaarwel gezegd door de 3 eerste gymleaders. Dus ik zeg toedeledokie. We mogen nu naar Hammerlock. En we moeten opnieuw door de Wild Area. Tijdens de vorige trip door de Wild Area kregen we echt een volledig team. Heb ik allemaal nieuwe Pokémon gevangen. Ik ben benieuwd of we nu nog meer water-Pokémon zullen gaan vinden. Ik denk het wel. Ja, ik zie daar sowieso plasjes water. Daar zitten sowieso water-Pokémon in. Kunnen we wel even kijken of we wat nieuws kunnen vangen? Oh, ja, Hop niet, want Hop moet tegen BD gaan vechten. Laten we even snel een kijkje gaan nemen bij dat water. Welke Pokémon daar allemaal verstopt zullen zitten. Dat het een beetje nieuwe Pokémon zijn. Om het nog even moeilijker te maken wie ik in mijn team moet gaan doen, jongens. Ik weet het nu eigenlijk al niet. Welke Pokémon zitten er in dit watertje hier zo? Hallo? Ik zie een Wilmer en een Basculin. Hallo, Wilmer. Alleen ik kan het water nog niet op. Nee. Ik wil niet tegen een Basculin. Nee, daar heb ik geen zin in. Nou, laten we in de volgende aflevering gaan kijken of we weer nieuw Pokémon kunnen toevoegen aan ons team. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het leuk vindt om Pokémon en Nintendo video's te kijken. En wil je me live zien gamen? Volg me dan zeker ook even op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!